Ja. Ja. Test. Hij doet het, hè? Nou, dan hoef ik niet te schreeuwen. Dat is ook wel jammer, maar ik vind het wel leuk, want als je gelegitimeerd mag schreeuwen, dat is dat altijd heel leuk. Nou, mijn naam is dus, uh, Jurgen Hofman. Uh, velen van jullie zullen ons nog niet zo goed kennen, maar, uh, want we zijn eigenlijk ook nog niet zo heel vaak in deze gemeente geweest. Nou, ik zal ons eventjes even voorstellen, en misschien hebben jullie dan een paar van ons team wel al rond zien rennen. Onderop zien jullie dus uh, mij staan samen met mijn vrouw Katja. En dan helemaal bovenaan, dat is Fanja. En Fanja is 19 en die doet dit jaar in Nederland haar eindexamens. Ze is nog niet klaar, want ze moet nog in juli alle vakken ook nog in mondeling uh, doen. Dus uh, die heeft nog eventjes wat voor de boeg. Maar gaat helemaal goed komen hoor. Uh, aan de rechterkant van Vanja zien jullie Issa. Issa is 17, die heeft dit jaar ook alvast een uh, examen Engels gedaan. Dan is hij daar ook maar vanaf. Dan daaronder hebben we Abby. Abby is 15. Nou, ja, die doet, doet niks. Die doet geen examens. Zo. Dus... <laughs> nee, hè Abby, Hoe mag ik niet zeggen? Oké, okay, en dan uh, naast mijn vrouw, naast Katja, zien jullie onze jongste. Dat is Simon. Simon is alweer acht jaar oud. Daar ga ik straks iets over vertellen. En boven Siemens zien jullie Dani, en Dani is 13. Nou, dit is ons team. En ons team begon natuurlijk niet zo uitgebreid. Het begon eigenlijk heel lang geleden, dat was ongeveer in 2001. Zijn mijn vrouw en ik um, op een reis gegaan naar China om daar Bijbels binnen te smokkelen? In die, ik weet niet, misschien is dat in sommige provincies China nog steeds maar in die tijd mocht je in China geen Bijbel Bezitten of in heel veel uh, uh, provincies, in ieder geval niet, uh, op straffen van soms wel een heropvoedingkamp of gevangenis. Nou, um, waren heel veel christenen daar die daar toch naar hongerden. En um, wij mochten met een organisatie mee om dus vanuit Hongkong iedere keer China in te reizen met zware bepakking om bijbels en lectuur te smokkelen. Nou, dat was echt zo ontzettend gaaf, dat heeft ons toen nooit meer losgelaten. En wij hadden zoiets van, nou, dit, dit is het. In Nederland kan iedereen, zeg maar, kennis nemen van het woord. Maar in sommige landen kan dat dus gewoon niet. Dus mijn vrouw en ik hadden echt, echt, daar was echt een verlangen van, nou, dit willen wij ook. Nou, het duurde nog een paar jaar. Maar toen zijn we toch uiteindelijk in 2015 met het voltallige team, en dan kom ik even bij Simon, die toen nog maar drie maanden was, eindelijk... Ook zelf de zending ingegaan. En toen mochten wij naar Madagaskar toe gaan met een organisatie die heet Africa Inland Mission. Nou, heel veel mensen zeggen van waar, waar ligt Madagaskar? Moet ik even kijken waar ik op moet klikken. Oh, zo. Heel veel mensen denken van waar ligt Madagaskar? Want wie kent Madagaskar van de film? <laughs> ik ook. En voordat we naar Madagaskar gingen, had ik geen flauw idee. Ik wist bijvoorbeeld niet dat op Madagaskar bijvoorbeeld heel veel rijst gegeten werd. Er wordt zoveel rijst gegeten dat ze het zelf niet eens kunnen bebouwen. Dat moeten ze importeren. Nou, dat zijn van die dingetjes, dat wist ik niet. Nou, Madagaskar ligt helemaal, dat rode stipje daaronder, bij Afrika. Het is een groot eiland. Het is 1500 kilometer lang en op het breedste stuk meen ik iets van 550 kilometer breed. Um, op zich, als dat in Europa was geweest, dan reis je er zo even doorheen. Op Madagaskar moet je, moet, rekenen we niet in kilometers, maar dan rekenen we in uren. En dat heeft iets te maken met de wegen al daar. Nou, en daar zijn wij uiteindelijk gaan wonen in een dorp. Ergens in the middle of nowhere, lekker spannend. Um, Maruambaca heet het dorp. En dit is Maruambaca Ambani. Dat betekent Maruambaca beneden. En straks zien jullie dat ook een beetje in, uh, want ik heb nog een filmpje. Er is ook nog een deel op, op de berg en die heet Marohamba Kanbani. Nou, Marohamba betekent beneden, Marohamba Kanbani betekent boven. Nou, zie je jullie leren nu al Malagasy spreken? Laat ik het maar gelijk even laten zien, want we hebben ook inmiddels veel vrienden die werken bij MAF. Die uh, vliegen met vliegtuigen over het hele eiland. Nou, die kunnen bij ons niet landen. Maar die hebben af en toe wel zoiets van: hé, hey, we zijn in de buurt, het is leuk om eens eventjes over dat dorp heen te vliegen. En dan vliegen ze eroverheen en dan zwaaien ze zo. Maar die vliegtuig is echt, echt heel leuk. En de laatste keer heeft Wouter, dat is een Nederlandse piloot, die heeft ook ons dorpje gefilmd. Nou, dan zien jullie een klein beetje dat het echt wel een beetje afgelegen ligt. Dat is ons dorp, dat is Marwan En dat zijn geen zwembaden eromheen, dat zijn rijstvelden. En dan zien jullie net daar eventjes linksboven Maroambica aan Bunny. boven. En als jullie nou hier zien, dan is uh, dit ons huis. Hier, uh, hieronder is, ons huis. Dit is het huis van uh, iemand anders. En daaronder ligt ons huis. En dit is het kerkgebouwtje. Nou, dat had ik op een gegeven moment gebombardeerd tot mijn kantoor. Mensen, als mensen zeiden waar ga je heen, dan zei ik ga naar mijn kantoor. Waarom? Het lag op een heuvel en het kerkgebouwtje was niet zo goed geïsoleerd, zeg maar. Dus de wind waaide er lekker doorheen en dat was heerlijk, want het kon nog wel eens warm worden daar. Nou wat, um, ik zei al, we leefden in de middle of nowhere. En dat was natuurlijk een feest wat beestjes betreft. En onze Simon, dat is onze beestjesman, en die heeft daar links een grote bitsprinkhaan op zijn arm rondlopen... En ik weet niet hoe die doet, maar op het moment dat ik die beesten probeer te grijpen, dan slaan ze me. En dan heb je een krassie op je arm. Maar Simon, die, die liet gewoon van alles op zijn armen lopen. Nou, nah, niet van alles hoor. scorpioenen liet hij een beetje gaan. En dat zeg ik gelijk. De scorpioen daar, die leefde bij ons in, de, in huis. Uh, de kinderen krijgen thuisonderwijs. Dus dan af en toe dan zag je soms zo'n beestje zo aan de wand voorbij ritselen. En wij hadden eigenlijk zo'n regel van: nou sla hem nou niet dood. Want het ideaal van een scorpioen is dat hij kakkelakken eet. En ik vind kakkelakken eigenlijk nog viezer. Dus laat die scorpioen maar leven. Maar dat maakt wel dat als je naar buiten, naar de doucheruimte gaat, dat je als het donker is, dat je wel eerst eventjes moet schijnen aan de wand waar je je hand te leunen legt. Want het, die beesten kunnen best wel naar prikken, zeg maar. En dan, <laughs> bovenaan zien jullie een, een wurgslang. Die slang die zat achter ons huis. En wij hebben een, 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 een poes. En die poes die had zoiets van: die slang is lekker. Die ga ik opeten. Maar dat poesje is zo. En die slang was zo. Dus we hebben de poes hebben we het afgeraden. Hij heeft het ook niet gedaan overigens. Nou, nou moet je je voorstellen dat wij dus daar in dat gebied kwamen. En uh, wie van u is wel eens in Friesland geweest? Of komt uit Friesland? En um, heeft daar wel eens met een Fries gesproken die het vertikte om Nederlands te praten? Ik. Stel je nou eens voor, jij bent zo'n zo 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 heiden en je, je, je wil het evangelie horen en er komt een Fries en die begint dat in het frisk aan jou te vertellen. Gaat hem niet worden, hè? want dat is een hele moeilijke taal. Nou is Friesland een echte taal natuurlijk. Nou zo was het bij ons. Wij hadden in de hoofdstad de officiële landstaal geleerd. Hè? Hier heb je het algemeen beschaafd Nederlands en wij hebben het algemeen beschaafd Malagasy. Het ABM. En toen kwamen we in het dorp Het keken de mensen ons vriendelijk aan. Die zeiden, ja, het klinkt wel alsof het onze taal is. Maar het is het niet hoor. En ze verstonden het niet. Want ze spreken daar een sterk dialect. Dus hoe ga je nou toch het evangelie verkondigen? Nou, toen kwam mijn vrouw op het geniale idee. Misschien moet je die bijbelverhalen die je hebt maar eens gaan vertalen. Samen met je nieuwe vriend, dat was een leraar daar in de buurt. En dan vertalen in het dialect. Nou, ik ben... Al niet zo heel goed in het Nederlands, laat staan in vertaalwerk. Maar ik wilde wel het Evangelie verkondigen. Dus ik naar mijn vriend en zeg: Nou, dit is het idee, wat vind je ervan? Hij zegt: Dat is fantastisch. Dus hij begon die verhalen te vertalen. En op een gegeven moment, um, daar had ik ook afbeeldingen bij. He, dus bijvoorbeeld het verhaal van Genesis, dan zie je dat dat water komt en de wolken en dat soort dingen allemaal. En, dus ik, ik, en ik kende die verhalen al. Dus ik dacht, nou, nu heb ik drie verhalen waarvan ik de woorden enigszins heb gememoriseerd. Nu ga ik naar die dorpen. Nou, ga ik het evangelie verkondigen. En het is natuurlijk heel grappig dat je een, wel de strekking van het verhaal weet, maar eigenlijk niet precies weet, die woorden die je nou uitspreekt, wat het nou letterlijk betekent. Maar goed, het maakt niet uit. Je wil, je wil wat. Dus ik naar die dorpen en ik het evangelie verkondig. En dan na afloop tegen me is, nou, en als jullie nou nog vragen hebben, dan kunnen jullie gerust bij mij terecht. Nou, iedereen die begreep natuurlijk wel dat dat hem niet ging worden. Nou, ik kan jullie verzekeren, na verloop van tijd is dat dialect ook wat meer eigen geworden. Dus ik spreek nu, ik zou niet zeggen vloeiend, maar ik kan leuke gesprekken voeren in het dialect. En dat zien jullie ook rechts. Uh, ik liep naar een dorp toe. Ik kwam een groep werkers tegen. Die waren een weg aan het repareren. Dat is, dat is echt wel een, uh, een doorgaande baan, zeg maar, op Madagaskar wegen repareren. En de, de voorman van deze groep, die zei heel trots, ik ga naar de kerk. Waarop ik zei. Nou, maar dan vind jij het vast niet erg als ik jouw hele groep ga vertellen over wie de Heer Jezus is. Nou, toen kon hij geen nee meer zeggen, natuurlijk. Dus toen hebben we daar heerlijk het evangelie mogen vertellen met de mensen. En de mensen waren verbaasd. Want ze hoorden eindelijk het woord van de Heere in hun hartstaal. En het waren echt opmerkingen. Ik kreeg opmerkingen van. Oh, is dat wat het zegt? Want ze hadden wel zendelingen of nee, niets. Evangelisten hadden ze wel in de, in de buurt gehad. Maar die spraken altijd vanuit de officiële. Vertaling, zeg maar. En dan gebruikten ze ook nog zeg maar, een soort statenvertaling. En de mensen die zijn daar heel vriendelijk en die knikken altijd ja. En ze zeggen altijd: Nou, dat was heel fijn dat je dat ons verteld hebt. Maar ze gingen naar huis zonder dat ze het echt begrepen. En nu hoorden ze voor het eerst die verhalen in hun eigen taal. Nou, dat was fantastisch. De ogen gingen echt wel open voor de mensen. En het klinkt een beetje zo. Want nu ben in het volgende filmpje, zie je dat ik in een dorpje ben. Bij de oudeling van het dorp, dat wordt daar koning genoemd, Pansaka en ik vertel hen het verhaal, en dat ga ik nog niet zeggen wat. Want jullie gaan, jullie hebben net al Malagasi geleerd, dus dat gaat hem helemaal worden. Niulmarupe, dingla je ni faltana, zei toonja, na, simba na, Tamni talu Isahu manderni lallenga malalaka koo. na nana 30B, mino mani toko, ni adi mafi. Nichanga changana mati mafi, Mississippi Maru. Ah. Nou dat is uh, mijn dierbare vriend, hij heet Jabani Velutia, dat betekent de vader van Velutia. En het verhaal dat ik hier vertelde, dat hadden jullie natuurlijk al geraden, want hij zat te wijzen. Hij zat naar de plaat te wijzen, want er was de brede weg en de smalle weg. En ik zat hem te vertellen dat ik vroeger op die brede weg liep. En dan was ik aan het vechten en ik dronk alcohol. En ik deed alles wat de Heere God zeg maar niet zo goed vond. En nou kwam het probleem, want in het Malagasy heb je, net als in het Nederlands, verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomstige tijd. En er is is in het verleden tijd Nisi, met een N. Nu is het Misi, met een M. En in de toekomstige tijd Hisi. En wat zei ik nou? Nou, vroeger heb ik gedronken, gevochten, allemaal boevige dingen. En nu heb ik heel veel vriendinnen. En toen hoor je hem reageren, zo, ah, zegt hij. En toen dacht ik, oh, wacht even, nou ging het even mis. Ik zei, nee, ik bedoel vroeger. En, toen, en dan zie je ook bij hem, oh, oké, oh, oh, oké, okay, okay. nou, goed. Nou, deze meneer is inmiddels... Tot geloof gekomen dat is echt een wonderlijk verhaal aan het einde van de presentatie zullen jullie even zal ik wat um, um, linkjes laten zien waar jullie kunnen kijken maar we hebben een filmpje een interview met hem waarin hij vertelt hoe hij tot geloof gekomen is dat is echt een onwijs uh, mooi verhaal en ik raad het jullie echt aan het is in Nederlands ondertiteld en ik heb er ook eentje in het engelse ondertiteling duits niet dus als het dat, dat zei ik al nee, engels is niet of uh, taal is niet mijn ding nou, maar daar bleef het natuurlijk niet bij. Want mijn vrouw, eh, ondanks dat ze heel druk was met vijf kinderen onderwijzen, die ging ook af en toe even lekker het dorp in. En die trof daar een baby'tje aan en die was meer dood dan leven. En wat bleek nou? Die moeder die had een ernstige borstontsteking. En die was dat kind niet meer aan het voeden, want dat doet zeer. Um, ja, wat doe je dan? Nou, Katja die heeft vijf kinderen gevoed... Dus haar moederhart die, die brak en die dacht, dat laten wij niet gebeuren. Nou, dan zou je kunnen zeggen, geef dat kind dan aan een andere moeder die ook zoogt. Maar dat mag bij ons in het gebied niet, dat is een taboe. Dat is, van de voorouders mogen de mensen dat niet. Want bij ons in het gebied vereren ze de voorouders. En als overleden opa of oma zegt, dat gaan we niet doen, dan wordt het dus ook niet gedaan. Nou, onder andere het voeden van andermans kind, dat is een absoluut taboe. Dat doen de mensen niet, dus ze laten liever zo'n kind sterven. Nou, mijn vrouw die had zoiets van, dat laten we niet gebeuren. Dus die is daar echt wel heel druk mee geweest. Want, uh, nou, de dames onder u weten hoe pijnlijk het kan zijn. Maar mijn vrouw die had zoiets van, ik ga, ik ga je controleren, zei ze tegen de moeder. Dus dat moest weer gevoed worden, dat kind. En na een week of wat, twee, denk ik, ik kijk even naar jou. Wanneer werd het weer een beetje beter? Een half jaar was het. Ja. Nou, het duurde een half jaar voordat het kind weer helemaal op gewicht was. Maar we zagen na verloop van tijd dat het kind weer begon te groeien. En nu is het een wolk van een kind. Nou, dan gaat het een lopend vuurtje. Want die witte mensen, dat zijn wij dan. Um, die weten dus heel veel van medische zaken, wordt dan gezegd. Nou, ik zal u eerlijk zeggen, ik ben vroeger opgeleid als broodbakker. Dus ik weet wel een beetje hoe gist werkt en dat is het. Maar met de kennis die wij hier krijgen op school. Over de meest eenvoudige basale dingen ben je daar al een hele piet. Maar de mensen die kwamen dus gegeven moment allemaal naar ons huis ook toe met, met toch wel ook wel ernstige dingen. En ja, wat doe je dan? Hè? Je kunt ze niet constant wegsturen, want het eerste ziekenhuis dat is met de auto drie uur weg. En de mensen hebben geen auto. Uh, ze hebben ook geen geld. Dus we zijn op een gegeven moment zijn we die zorg ook enigszins op ons genomen. En dat werd op een gegeven moment wel wat veel, want op een gegeven moment kwamen er zeker twaalf mensen per dag aan de deur. En dan was ik wel eens weg naar dorpen toe, en dan was mijn vrouw die jongens aan het onderwijzen, en dan had ze iemand die... Hoi, joh! Hierop zeg je, volk! En als je dan geen antwoord krijgt, dan denk je, nou laat hem maar, dan ga ik wel weer, kom ik over, uh, uh, vanmiddag wel weer terug. Maar daar niet, hè, want daar weten ze, nee, maar ze is thuis. Want dat raam staat open en ik hoor er boven. Audio! Nou, dan, ga je, dan lukt het niet meer zo heel erg zeg maar om een beetje knap les te geven. En uh, dan, dan zei mijn vrouw wel, ja, uh, mijn man komt vanavond weer thuis. Nou, en dan dacht je, dan gaan ze naar huis, maar dan gingen ze gewoon de hele middag zeg maar uh, daar zitten wachten totdat ik kwam. Uh, soms is het lastig. Wat zeg je? Nee, als het niet ernstig was, zei je: Mijn man komt vanmiddag weer thuis. Nee, nee, als het ernstig was, ging mijn vrouw absoluut wel heen. Dat, uh... Maar het, het waren, waren vaak waren het dingetjes. Nee, ze is geen bruut. <laughs> het waren vaak dingetjes uh, dat je denkt: van, dat je eigenlijk uit het raam keek en dan zag je, nou, dit valt eigenlijk wel mee. Hè? Uh, wormen, worminfecties. Nou, dan kon je eigenlijk wel zeggen: Nou, uh, ga jij eventjes vertellen dat ze gewoon een pilletje moeten slikken. He, maar de wat ernstige dingen, er zijn heel wat dingen voorbij gekomen waar uh, ik nu geen tijd voor heb. Dat, ja, dat, dat raakt je wel als gezin. Nou, wat voor gebied leefden we nou? Ik zal jullie eventjes laten zien hoe de weg eruit zag als het geregend had. <totstuk> Nou, en dit is 20 kilometer lang naar de geasfalteerde weg. En de geasfalteerde weg, dan moet je je bedenken dat is dan het asfalt tussen de gaten, zeg maar. Maar dit was onze weg. En als het geregend had, dan was het voor ons echt heel moeilijk. Dit is niet onze auto, overigens. Dan was het echt heel moeilijk om het gebied daar te komen. Wij hebben een auto, um, en dat zeg, um, dat zeg ik altijd maar voor de kenners: een Nissan Patrol, een TD 4.2. Uh, met noppenbanden, extra grote banden, van alles extra. Uh, maar als het, als het zo is als dit en je moet zo stijl omhoog, dan gaat geen één auto uiteindelijk meer omhoog. Nou, Uiteindelijk hebben we toch, geef me na vij, uh, vijf jaar, hoe lang hebben we gewoond? Vijf jaar. Vijf jaar gezegd van, nou, het wordt moeilijk. Het wordt echt heel moeilijk. Ook voor onze kinderen, hè, die op een gegeven moment naar hun examens toe moesten. We kwamen eigenlijk nergens meer aan toe. Hebben we op een gegeven moment de knoop doorgehakt om naar de hoofdstad terug te gaan met behoud van ons huis. En uh, dan uh, was de bedoeling dat ik vanuit de hoofdstad dus regelmatig weer naar ons uh, dorp zou afreizen. is 540 kilometer, dat doe je ongeveer 17 uur over, uh, om er een beetje aan te geven. Um, maar ja, goed, dan zit je dus met al je dorpsgenoten die geen goede zorg meer lijken te hebben. Dus we hebben in het dorp gekeken en gezocht naar een betrouwbare jongen. En dat is Sambi Velu, dat zien jullie, de, de, de jongen waar ik naast, sta onderaan. Sambi Velu, die was leergierig. En we zeiden, stel nou, jij komt met ons mee naar de hoofdstad... en we gaan jou in het ziekenhuis van onze vriendin onderbrengen... en daar ga je leren hoe je medische zorg moet verlenen. Zou je dat willen? Nou, dat leek hem fantastisch. Dus die is een jaar met ons naar de hoofdstad geweest. Hij heeft zijn eigen kamertje gehad in de hoofdstad. En hij is door onze vriendin in een kraamziekenhuis... Zeg maar helemaal opgeleid uh, tot, tot uh, hulpverlener. Hij heeft geen diploma ontvangen, maar wel een certificaat. Want, oh joh, als je bij ons in het gebied komt met een certificaat, dan ben je echt helemaal het mannetje. En die is op een gegeven moment weer teruggegaan naar ons dorp na een jaar. En die heeft, zeg maar, ons werk wat medische zorg overgenomen. Nou, je ziet dat hij er iets wat professioneeler uitziet dan ik. Hij heeft wel een t-shirt en handschoentjes aan. Um, en uh, hij, ik ga ervan uit dat hij ook veel meer geleerd heeft dan ik. Wat nog wel moeilijk is voor hem, uh, is om ook te vertellen van waarom doe je dit werk nou. Want wij vertelden de mensen wel altijd van wij, wij doen dit werk uit liefde voor onze naasten. Nou, dan heb je natuurlijk al een mooi bruggetje. He, want heb u naast de lief als uzelf. En dan terwijl je die mensen aan het behandelen was, dan was je vooral met de familie aan het praten. Want de zieke die voelde zich meestal toch een beetje te beroerd om er naar te luisteren. Maar dan was je aan het vertellen over de Heer Jezus. Nou, dat is voor hem nog wel lastig, want hij is erg jong. Maar hij probeert het wel. En op die manier zijn we toch nog in het gebied heel erg betrokken. Maar ondertussen zijn we ook verder gegaan met vertaalwerk. Want die verhalen sloegen onwijs goed aan. En hier zit ik dus... Naast mijn vriend Mensa, hij is de leraar die de vertalingen maakt. En ik ben degene die zeg maar, de vertalingen op theologisch gebied, eh, niveau zeg maar, gaat verbeteren. He, dus als er gesproken wordt in de Bijbel over paard, dan kun je dat niet gaan vertalen als ezel, omdat de mensen het woord paard nou eenmaal niet hebben. Dus wat we dan doen, dan, hij had dat wel gedaan, hij had ezel geschreven, want dat kenden ze. Of nee, het was andersom, ezel. En hij had het woord paard opgeschreven, want ezel kenden ze niet. Nou, toen heb ik het officiële woord voor ezel opgeschreven en dan maak ik er maar een, een eindnotitie bij, zodat de mensen weten, oh, wat is dat dan voor beest? Um, geld, één drachma in de Bijbel is één dagsalaris. Hij had opgeschreven één ariari. Nou, één ariari, dat is echt helemaal niets. Uh, om maar aan te geven, duizend ariari is ongeveer 20 euro cent. Dus één ariari is niks. Ik zei, nee, ik zei, nee mensen, dat kan niet. Ja, maar hij zegt, wat moet ik dan opschrijven? Nou, ik zeg, schrijf gewoon maar één maar op en ik weer een voetnoot maken, dat is één dag salaris. En zo ben je dan met elkaar bezig en inmiddels hebben we het evangelie van Lucas af in het vertaling. We hebben inmiddels ook het boek Handelingen in de vertaling. En we zijn begonnen aan het boek Genesis, en daar zijn de eerste zes hoofdstukken ook van klaar. En nou komt natuurlijk de grap, want wij kwamen er halverwege achter dat er nog nooit eerder iemand was geweest die dit dialect had, uh, op schrift had gesteld. En normaal ga je er vanuit zo'n organisatie als Wycliffe, die zit daar bovenop, die gaat dat allemaal even doen. Maar die waren er ook nog niet aan begonnen. Want het is een heel ja, divers dialect, je hebt drie subgroepen in het dialect. Wij waren de eerste die het zo uitgebreid op schrift stelden. En toen kwam ik erachter dat er zeker 2 miljoen mensen waren, zijn nog steeds, hoop ik, die dat dialect spreken. Nou, dat zijn van die leuke pareltjes ondertussen, dat als je ermee bezig bent, denk je, wow, de heer die had toch wel, hè, in het begin vond ik het niet zo'n goed plan van de heer dat ik moest gaan vertalen. Dat vond ik helemaal niks. En dan achteraf denk je, oh, maar dit is eigenlijk wel echt heel gaaf. Want nu mag je dus een, 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 een Bijbelboek geven aan de mensen. in hun hartstaal. en dan blijkt er dat er 2 miljoen mensen zijn die het spreken. Nou, dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Um, we zijn ook begonnen om die verhalen op SD te zetten. En dat is, van die micro-SD'tjes. en dat is natuurlijk ook ontzettend mooi. want de mensen doen dat in hun telefoontje. of in hun radiootje. en dan gaan ze naar die verhalen luisteren. Nou, dan hebben we één. Uh, broeder in het gebied, Jabberi Menti, de vader van Menti. En die is, uh, die is, zeg maar, belast met het onderwijzen van nieuwe christenen. Maar ja, het probleem is dat Jabbanimenti Menti slecht kan lezen en slecht kan schrijven. Dus hoe ga je dat nou doen? Hè? Want ja, hij, is, hij weet wel veel van de Bijbel, maar dat is echt van horen, horen, horen. Dus ik had hem dat SD-kaartje gegeven. Nou, die ging me naar ons huis toe en ik was nog niet thuis. De jongens hadden gezegd, oh papa die komt zo thuis. Dus die staat op de veranda en ik kom aangelopen. En ik denk, hé, hey, hoor ik Mensa nou? Dat is mijn bijbelvertaler. En ik kom dichterbij. Die... Hij was op ons veranderd, hij on, zijn tijd nuttig aan het gebruiken. Hij was de Bijbelverhalen uit zijn hoofd aan het leren, die hij nu op zijn beurt uit zijn hoofd aan de nieuwe christenen leert. Zodat ze de verhalen van Genesis tot aan openbaringen zeg maar kennen en dat ze die lijn door de Bijbel heen uh, mogen ontdekken. Nou, dat is fantastisch. Dit was het verhaal van de komst van de Heilige Geest. He, dat de Heer Jezus nam Tenga, De Heer Jezus had beloofd dat hij de Heilige Geest zou sturen. En ja, um, ik denk ik film even. Want dit was natuurlijk wel een, uh, een juweeltje om dat te zien dat het zo gebeurt. Nou, wij hopen in oktober weer terug te gaan. Um, we zijn wat langer dus in, um, in Nederland omdat we uh, met die examens zaten. Nou, we hopen in oktober weer uh, af te reizen naar uh, Madagaskar. Um, en ik zou zeggen: als jullie uh, even voor de kinderen: jullie weten hoe mobieltjes werken natuurlijk. Pak je vaders mobieltje, daar zit zo'n SD-kaartje in, die haal je er even uit, vindt papa helemaal niet erg. <laughs> En die stuur je gewoon op papa's kosten natuurlijk in een envelop naar ons toe. Nee hoor, dat is een grapje. Moet jullie niet doen hoor. Nee, 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 nee. nee. Maar um, waar het om gaat is, wij willen heel graag SD-kaartjes ontvangen. En die hoeven niet groot te zijn. Uh, 4 gig is meer dan genoeg om dus die verhalen erop te zetten. En dan zeggen mensen, oh, waarom ga je niet even eBay op om het zelf te kopen? Dat is ook zo, dat zou ook kunnen. Maar wij hebben wel altijd de inborst gehad van, he, sending is iets wat je samen doet. En ik kan natuurlijk als, als de grote zendeling wel even alles gaan zitten regelen. Maar het is iets wat we als gemeente samen doen. Dus overal waar wij komen, zeggen we tegen de mensen. Nou, als je nou heel praktisch iets wil bijdragen, bijvoorbeeld. dan kan je zeggen: Nou, um, ik heb nog een oud SD-kaartje. Die is te klein voor mij, 4 gig. Maar Jurgen en Katja, die hebben er nog wat aan. Nou, dan kunnen jullie het naar de Titus Brandsma straat. ...toesturen of even door de brievenbus gooien. Doe er dan wel even een papiertje om, want anders verdwijnt zo'n een klein dingetje natuurlijk. En dat is tot oktober. En dan zorgen wij dat het bij de mensen komt met de bijbelverhalen. Nou, ik laat hier al uh, strakjes... ...laat ik nog eventjes wat... Um, ...wat foldertjes liggen. Dan kunnen jullie ook zien van... Um, um, ...ja, wie wij eigenlijk nog meer zijn. Jullie zien hier al onze social media... Ik heb ook even drie van de boekjes meegenomen, zoals ik ze op Madagaskar dus inmiddels heb mogen afdrukken. Kunnen jullie ook eventjes kijken of je het kunt lezen. En uh, ja, we hopen eigenlijk uh, in de komende maanden hier nog lekker bij jullie te mogen aansluiten. Uh, we hebben het ontzettend naar ons zin. Dank jullie wel dat we zo gastvrij ook ontvangen zijn. Dat is echt wel uh, heel fijn om ook even een plek te hebben waar je even... Nou ja, nou moet ik presenteren, maar dat je even niks hoeft. Uh, dat stellen we heel erg op prijs. Dus nogmaals, als, uh, dit zijn onze gegevens. Misschien uh, kunnen jullie op de website kijken. En, uh, nou in ieder geval heel erg bedankt voor jullie aandacht.